Video is in communicatie en storytelling de sleutel tot succes. Wie vandaag gehoord en gezien wil worden, moet gewoon investeren in video. Want 80% van het internetverkeer gaat naar video en de helft van al die filmpjes worden bekeken op de smartphone of op de tablet bijvoorbeeld. Nu kan je grote videoproducties gaan opzetten met heel veel mensen op de set, heel veel dure camera's of gewoon aan de slag gaan met je smartphone of alles wat daartussen ligt. Maar als je dat wilt doen, zijn er wel een aantal basisregels waar je rekening mee moet gaan houden. Regels die al decennia lang meegaan. Je moet nadenken over structuur. Alles werkt met een begin, een midden en een einde. Je moet gaan nadenken over hoe je scènes opknipt in verschillende beeldgroottes. Hoe werk je met spanning? Wat is je conflict? Dat zijn al wetten die decennia lang gelden in televisie en film. Maar de smartphone heeft een ware revolutie ontketend. Je kan daar oneindig mee gaan experimenteren. En dat is ongelooflijk tof om te doen. Dus leer die basisregels, maar durf ze ook gewoon overboord gaan gooien. Want je wil bijvoorbeeld een video maken in één shot? Perfect. Je wil een ondersteunende video maken om bij een tekst op een website te zetten? Ook goed. Of je wil gaan voor een virale Facebook-video? Nog beter. Maar hoe gemotiveerd je ook bent, als je een slechte video maakt, dan gaat je boodschap verloren en kijkt er niemand. Je gooit tijd, energie en geld weg. En dat is jammer, want mensen zijn tot 10 keer meer geneigd om een goede video te gaan delen, er commentaar op te geven, te gaan liken in vergelijking met bijvoorbeeld een geschreven tekst. Dus, een aantal tips. Weet wat je wil. Denk op voorhand na over je boodschap. Denk erover na hoe je moeilijke ideeën op een eenvoudige manier kan uitleggen. En dat komt ook bovendien je hele productieproces en uiteindelijk je video te goede, want die zal helder en krachtig zijn. Denk ook na over de platformen waar je op wil zitten. Een Facebook-video is iets helemaal anders dan een Instagram-video. Bij Facebook moet je in de eerste seconde de kijker binnentrekken in je video. Je moet werken met emoties. Maar hoe werken die emoties op de verschillende platformen? Een Facebook-video is nog altijd iets anders dan een Instagram-video. Leer kijken hoe je met emoties werkt op al die apps. En 3, denk na over de universele connectie. Want we zijn allemaal mensen van vlees en bloed, met dromen, met verlangens, met teleurstellingen. Kijkers voelen mee met de mensen in je video en met de boodschap als je hen raakt in hun hart. Werk met helden en echte mensen. Bye.